Oké, hallo allemaal, welkom bij Stardew Valley. Ik heb geen idee wat er klaar is voor mijn crops en stof. Maar het ziet eruit dat ik mag... het water mag gelopen geven. Het ziet eruit dat ik... waar was ik eigenlijk de vorige keer gebleven? Ik ben naar Clint. Ik moet planten kopen. Oh, ei-festival is ook morgen. Oké. Je kan iets winnen volgens mij. Een soort... Volgens mij een hoed of zo. Maar ja, dat maakt in principe niet zoveel uit. Ik wil een Robin haar ex geven. Al kan ik dat ook de dag erna nog doen. Tijdens het festival is nog veel beter natuurlijk. Nee, ik ga niet als vissen doen. Cookies, oké, ook leuk. Ik begin even met het gozer hierboven. Open van 9 tot een ander tijdstip. Naar de voordeur. Waar gaat deze eigenlijk naartoe? Dat weet ik nog steeds niet. Oké, leuk om even boven gekeken hebben. Terug naar beneden, want zo meteen gaat die shop open en dan moet ik hem eigenlijk direct kunnen doen. En leuk is, ik mag toch de oor zelf houden ook. Scattering Clint 20 ton 40 goud en ik moet de axe terugbrengen. Payment. 4000 nog even, dan heb ik 10.000 en dan kan ik de volgende backpack kopen. En dan ga ik met de volgende backpack bezighouden met bijvoorbeeld spullen die ik moet doen, zoals de coop. En alles wat ik daar nog voor nodig heb en stuff. Dat kan ik allemaal doen zodra ik dit heb. Oké, wat waren ook weer de planten die ik nodig heb? Spring parsnip, green bean, cauliflower. Green bean en cauliflower. En voor de rest had ik voor iets anders nog iets van 20... andere dingen nodig. Deze heb ik een super goede kwaliteit van nodig en iets van 5. En dat het liefst binnen de aankomende, ik denk 19 dagen dat het is. Dus ik ga water mogen bijvullen. Ik ga actueel vandaag voornamelijk even aan de farm werken.
En dan zo. Ik weet het nog een beetje een zootje. Ik ga het volgende seizoen ga ik wat meer erop letten. En dan koop ik iedere keer gewoon 8 van alles. Oké, mooi. Ben ik wel lekker goed met mijn energie bezig, maar niet eens. Oeh shit, ik zie ook dat ik een fout heb gemaakt met de opstelling. Nou, gelukkig, zodra het helemaal zomer wordt, dan kan ik mijn opstelling een klein beetje aanpassen en dan kan ik waarschijnlijk alles weer terug goed zetten. Wat ik nu ook kan doen, aangezien ik heel die opstelling nu aan het veranderen ben. Als die toch veranderd moet worden. Laat zeggen dat deze onderste moeten er niet. Eigenlijk. Nou, ik heb het natuurlijk nu al gepland, dus. Oké, maar best. Dan hoef ik dus deze paar plekken niet water te geven. Blue Jazz trouwens. Ik had voor iets dat ik die speciale ene dingen nodig. Voor mij moet het dan aan deze staan. Nee, de quality crops spendel. 5 parsnips met een gouden ster heb ik nodig. Dus dat wil ik aan gaan werken ook. En dat is dus ook al deze parsnips iets gekocht. Als ik namelijk veel snel 2 koop, dan kan ik die ook wel verplanten en dan heb ik dat er dan voor geregeld. Toen ben ik even met die kleine opdracht klaar, dan ga ik daarna direct werken aan. Ik heb geen idee waar ik daarna direct aan ga werken. Waarschijnlijk aan oh ja, de spullen verzamelen die ik ook nog nodig heb. Want je hebt ook nog een construction building. Construction bundle. Stone, wood en hardwood. Weet je, ik heb al een paar copper bars thuis.
Dus als ik even heel snel dit om weet te smelten in een koppen bars. Dan kan ik misschien een max upgraden zo meteen nog. En dat lijkt me ook wel een goeie. Ik kan zelfs meer dan de paar bars maken die ik nodig heb. Al heb ik wel het idee dat zometeen, als het 6 uur is geweest, dat dan de winkel gesloten is. We gaan proberen. Misschien dat het kan. Laten we zeggen, ik hoop het. Het kan best zijn dat hij pas om 7 uur sluit. En als dat het geval is, dan hey, my fucking best. Dan heb ik dat het liefste nog. Dan kan ik dit nog regelen. Alsjeblieft, Blacksmith, wees nog open. Tot 4 zelfs, Jezus. Nee, dan weet ik het goed gemaakt. Dan moet ik de dag daarna, is het ei-festival. Dus dan moet ik even zo snel mogelijk... Oh, hij gaat pas om 7 uur open. Of van 9 uur. Je wordt rond 7 uur voor mij altijd een bakker. Of 6 en 9, dat kan ook toch. Jij, Penny. Ik zag wel iedereen de saloon ingaan. Met een aantal mensen, dus ik ga er gewoon even kijken. Willy, Pierre. Kloppen met de axe. Shane. Sam. Abigail, Sebastian, dankjewel weer als Robin. Dat niet wat ik wilde. Ik wil hier kijken. Ah, oh, één. Wie? Een oude man met aan de zijkant grijs haar. Die zwom het ook niet binnen. Oké. Die zie ik waarschijnlijk toch een andere keer. Die zie ik misschien morgen op het feest. Zo ja dan, hé, mooi. Dan heb ik dat ook geregeld. Dan heb ik dat ook niet meer, hoef ik dat ook niet meer te doen. Trouwens, zodra deze serie aflevering 60 bereikt, hebben we op hoofd gezet dat het zou worden. En stel is het heel erg makkelijk, dan ga ik de serie wel door blijven halen, alleen dan op een andere datum. Dus op andere dagen en dan komt er de hoofdserie in de plaats. Waarschijnlijk is Mass Effect Andromeda uit op het moment dat deze serie klaar is. Oh nee, niet. Nee, Mass Effect Andromeda duurt nog wel even zo'n half jaar op het moment. Oh, het kan wel. Oh nee, 30 weken, oeh. Ik weet niet, ik denk dat ze in de buurt zullen komen ermee. Ik ga nu eventjes nog wat typesteden door wat steen te haken. Maar er zit qua steen net niet op het juiste aantal. Je hebt daar boven gezegd 100,
98 nodig. En ik wil die construction ook snel mogelijk gedaan, maar daarom moet ik natuurlijk mijn axe upgraden in plaats van mijn pickaxe. Geode, nice. Oké, dan ga ik mijn roodje gewoon even laten slapen. Ik zit aardig in de buurt komen, dus die kan ik de dag erna ook alvast in de dingen doen. Maar we zitten gelijk op het einde van deze aflevering, want ik probeer het wel natuurlijk eventjes in kwartiertjes te houden. Kwartiertjes tot 20 minuten. Of, nou, 15 tot 30 minuten eigenlijk. Maar aangezien we net over de 15 zijn, heb ik dus iets van bedankt voor het kijken. Dan laat het je sowieso in de beschrijving. Ik hoop dat je het leuk vond en tot de volgende keer.